Welkom bij een nieuwe aflevering van Broeja Podcast. Vandaag gaan we het hebben over autisme. Wat is dat precies en hoe weet je of je het hebt? Hier is jouw presentator, ja. Jaap Cornuit. Ja, hey Frank, ja? Wist je dat veel mensen nog steeds een verkeerd beeld hebben van de Tyrannosaurus Rex? Want veel mensen denken dat hij rechtop loopt, hè? Maar in het echt heeft de Tyrannosaurus Rex de algemene bouw van de theropode. Okay. Ja, hij loopt wel op zijn achterpoten, maar de rug blijft horizontaal. Waarbij de lange staart het lichaam in evenwicht brengt. Ja, maar wat kan mij dat nou schelen? Ja, maar dat is toch interessant, Frank? Ja, omdat jij gestoord bent van dino's, betekent toch nog niet dat ik dat ben, hè? Ja? Niet? Nee. Ja, natuurlijk wel. Nee, iedereen houdt toch van dino's? Nee joh, natuurlijk niet. Hè? Mensen houden van verschillende dingen, hè? Oh. En ook niet iedereen houdt van Pokémon. Oh ja, Pokémon. Hey Frank, ik heb deze week een Dragonite gevangen in de koopgroot. Met 3000 CP, 144 health power en met Dragontail en Outrage als attack moves. Ja, wat kan mij dat nou schelen? Hè? Tjonge jongens, hè? Vind je Pokémon dan niet leuk, Frank? Oh joh, pleur toch op met je kinderachtige gedoe. Sure. Hoe oud ben je nou helemaal? Nou, ik ben dan eens oud genoeg om jou een beuk op je gore bek te geven, Frank. Oh jee. Ja, doet het niet zo raar, man. Ben je autistisch of zo? Autistisch? Ja, verdomme. Oh mijn god. Chantal, hou me tegen. Ja, want ik ram die microfoon zo door zijn strot. Jongens, ja, doe even rustig, hè. Sure. Laten we het wel gezellig houden vandaag. Ja, maar want we zijn bezig met een uitzending. En dit is niet leuk voor de mensen om naar te luisteren. Okay. Nee, inderdaad, Frank. Ja. Doe even normaal, ja. Ja, maar mensen houden hier niet van. Ja, jezus. Oké. Nou, wat gaan we doen vandaag? Even kijken. We hebben weer een leuke filmtip. Leuk. Ja, heel leuk. Zin in een filmpje? Is het een hit of is het dikke shit? Filmtip. Lekker even weg van huis of toch maar weer liever voor de buis? Filmtip. Hier komt de filmtip. De ongezouten mening over de laatste films. Filmtip. Bij Broeja. Ja, nou, mijn naam is Frank Groot en dit is de filmtip. In 1993 verraste regisseur Steven Spielberg de wereld met zijn film over dino's, Jurassic Park. Inmiddels zijn er alweer ontiegelijk veel vervolgfilms van gemaakt. En ook dit jaar stond er weer eentje gepland, namelijk Jurassic World Dominion. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds coronacrisis en daarom gaat de film voorlopig niet door. Wat een geluk. De tip is dan ook, ga maar lekker iets anders doen. Mijn naam is Frank Groot en dit was de filmtip. Filmtip. Ja, hey Chantal. Ja? Denk jij echt dat ik autistisch ben? Maar waarom denk je dat, Jaapie? Nou, is dat omdat Frank dat zei? Nee. Nou weet je, ik hoor wel vaker dat veel autisten geobsedeerd zijn door dino's en Pokémon, hè? Ja? Dus ja, misschien heeft hij wel gelijk. Ja, weet je, Jaapie? Ja? Alle paarden zijn dieren, maar niet alle dieren zijn paarden. Ja, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Oh. Hè? Ik heb het toch niet over paarden? Nee. Waarom moet het altijd over paarden gaan bij jou, hè? Ja, maar... Dat jij nou paarden leuk vindt, dat betekent niet dat iedereen paarden leuk vindt. Nee, precies. En dat geldt ook voor dino's. Ja, zo is het wel. Laat me toch niet lachen, Chantal. Iedereen vindt dino's leuk. Oh ja? Ja, en Frank dan? Die wil het gewoon niet toegeven. Oh ja, ja hoor, ik zit nog in de kast qua dino's. Ja, nou, hoor je dat, Chantal? Ja. Hij geeft het zelf gewoon toe. Oh ja. Ik weet niet of je dat zo letterlijk moet nemen, hè? Nee. Ik denk dat hij eerder een beetje sarcastisch was. Ja, precies, sarcastisch. Hè? Sarcastisch? Ja joh, laat maar zitten joh, dat begrijp je toch niet. Ja, maar waarom zou ik dat dan niet begrijpen, Frank? Nou, omdat je autistisch bent. Oh. Rustig aan, jongens. Maar Chantal, wat is autisme dan eigenlijk precies? Precies. Nou ja, de officiële benaming voor autisme is autisme spectrumstoornis. Oh. En er zijn verschillende vormen, zoals het klassieke autisme. Yeah. Hè, dat is wat we in films vaak zien als het over autisme gaat. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog Asperger en PDD-NOS en zo. Oké. Dus het is niet allemaal hetzelfde. Nee, inderdaad. Maar er zijn wel een aantal algemene kenmerken volgens de DSM. De DSM? Ja. Wat is dat? Oh ja. Nou ja, dat is het handboek dat gebruikt wordt in de geestelijke gezondheidszorg. Oké. Ja, de letters DSM staan voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dat is Engels voor het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Psychiatrische Aandoeningen. Oké. En wat zijn die algemene kenmerken dan die erin staan? Onder de kenmerken van de autisme spectrumstoornis vallen zoal
problemen op het gebied van sociale interactie en communicatie. Okay. Beperkte repetitieve gedragspatronen, yeah, interesses of activiteiten. Oh, yeah. En een over- of ondergevoeligheid voor zintuigelijke prikkels. Ja, ja, oké. Ja. Ja. Maar Chantal, jij hebt het steeds over een stoornis. Mm-hmm. Ik hoor ook van mensen dat ze autisme helemaal geen stoornis vinden, maar juist een gave. Ja, dat klopt, ja. Yeah. Ja, want veel autisten vinden het beledigend, hè, als je het een stoornis noemt. Oh. Want autisme kan ook een aantal sterke punten hebben. Oh ja? Zoals oog voor detail, yeah, of analytisch denken. Oké. Okay. En eerlijkheid. Oh ja, ja, want autisten kunnen niet liegen, hè. Ja, de meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Oh. En slechts bij 30%, yeah, is er sprake van een verstandelijke beperking. Oké. Okay. Nou, ik kan me raden bij welk percentage jij hoort, Jaap. Oh, ja. Dankjewel, Frank. Ja, ja. Hey? Ja, ik vind mezelf ook intelligent. Oh, nee, ik... Nou ja. Ja, dat is precies wat hij bedoelde, Jaapie. Ja, dat weet ik ook wel, Chantal. Ja. Maar een complimentje is nooit weg, hè? Nee, dat is ook zo. Ja, maar die kenmerken die genoemd worden in de DSM, ja? Ja, die gaan allemaal over beperkingen. Waarom worden die sterke punten dan niet genoemd? Tja, ja, dat is een goede vraag, Jaapie. Ja, hè? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat weet je dan niet? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, ja, nou ja, dus officieel is autisme eigenlijk gewoon een stoornis. Ja, volgens de DSM wel, ja. Goh. Ja, nou ja, op zich klinkt dat wel logisch, hè? Oh ja? Want ja, als je iets niet kunt, ja, dan is dat een beperking. Mm-hmm. Net zoals iemand zonder benen ook nooit een marathon kan lopen. Ja, maar misschien is die persoon dan wel heel goed in iets anders, hè? Oh? Zoals schilderen bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Of misschien weet hij wel heel veel van dino's of Pokémon. Ja, of dat. Ja, toch? Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat onze luisteraars ervan vinden. Ja, 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 ik ook. Ja, hey, wat vind jij ervan dat autisme omschreven wordt als een stoornis? Ja. Laat het ons weten in de comments. Ja, dat vind ik wel interessant. Ja, ja, interessant. Hé, hey, nou Chantal, misschien ben ik dan toch wel autistisch. Oh, en waarom denk je dat dan, Jaapie? Nou ja, ik herken me wel in een hoop van die kenmerken, hè? Ja? En ja, ik heb ook moeite met sociale contacten. Oh, jij? Ja. Je meent het. Nee, nee, echt waar, Chantal. Ja, oké. Okay. Nee, want ik heb bijvoorbeeld een hekel aan verjaardagen, hè? Oh. Ja, daar krijg ik altijd heel veel stress van. Ja? Ja, want ik weet nooit hoe ik me moet gedragen, hè? Ja, ja. En praten over koetjes en kalfjes, ja, ja, dat vind ik gewoon ontiegelijk saai. Oké. Okay. Ja, en dan al die drukte en dat lawaai. Tje. Ik word helemaal gek van al die prikkels. Ja. Ja. Nou ja, als je echt wilt weten of je autistisch bent, ja, ja, dan moet je jezelf laten testen, Jaapie. Oh, ja, ja. Ja. Hey, kun jij mij testen, Chantal? Nou, ja, officieel moet je daarvoor gaan praten met een psychiater, hè. Oh. Maar ja, ik weet wel een testje dat we nu alvast zouden kunnen doen. Oh, ja. Ja, graag, Chantal. Het is eigenlijk een soort van raadsel. Een raadsel? Ja, een raadsel. Oh. Ja, nou ja, oké. Okay. Kijk, ik heb hier twee poppetjes. Oh, ja. Darth Vader en prinses Leia. Ja, precies. Nou, en prinses Leia, die heeft een lightsaber. Nee, nee, dat klopt niet. Eh? Wat moet prinses Leia nou met een lightsaber? Oh. Ze is toch helemaal geen Jedi? Ja, nee, maar, Nee. Ja, die heeft ze even, geleend van haar broer. Oh ja, ja, natuurlijk. Logisch. Nou, en Leia, die zegt tegen Darth Vader, joh, ik moet even naar de wc, hè? Ja. En dan doet ze haar lightsaber in de blauwe beker die ik hier heb. Oké, okay, ja, in de blauwe beker. En dan? Nou, en terwijl prinses Leia lekker op de wc zit... Ja, die zit lekker te schijten, en dan? Doet Darth Vader haar lightsaber stiekem in de rode beker. Zo, wat een schoft, zeg. Hij moet toch met je gore poten van haar spullen afblijven? Ja, ja. Oké, okay. En nu komt prinses Leia weer terug van de wc. Oh, dat is vlot. Hè? Ja, meestal doen vrouwen er veel langer over als ze zitten te bouten. Nou, dat zou wel lekker stinken daar. En in welke beker denk jij dat ze nu gaat kijken om haar lightsaber weer te pakken? Yep. Ja. Ja? Nou ja, in de blauwe beker natuurlijk, hè? Want daar had ze hem zelf in gedaan. Ja, zij heeft toch niet gezien dat Darth Vader hem stiekem in de rode beker deed? Nou, dan ben je dus niet autistisch. Hè? Hoe bedoel je... Nou, want iemand met autisme die zou zeggen dat Leia in de rode beker kijkt, hè? Oh? Ja, want iemand met autisme die vindt het moeilijk om onderscheid te maken in zijn eigen beleving en die van een ander. Hè? Ja, omdat hij zelf heeft gezien dat Darth Vader de lightsaber in de andere beker deed, ja? Gaat hij ervan uit dat prinses Leia dat ook weet. Oh, shit, dat zo? Ja, nou dat noemen ze in de psychologie theory of mind. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik ben dus waarschijnlijk niet autistisch. Nou, waarschijnlijk niet. Maar ja, hoe kan het dan dat ik zoveel kenmerken van autisme vertoon? Chantal? Nou ja, dat kan heel goed, hè? Oh ja? Want veel kenmerken die voorkomen bij autisme kunnen ook voorkomen bij andere stoornissen. Oh? Ja, zoals bijvoorbeeld, yeah, een posttraumatische stressstoornis, yeah, of ADHD, yeah, of een stemmingstoornis. Oké. Okay. Ja, en er zijn er nog wel een paar. Oh ja, ja, oké. Okay. Hey, Frank, ja? Frank, ja. Heb je dat gehoord? Wat? Ja, nou, ik ben dus mooi niet autistisch, hè? Ja, nou en wat zou dat? Nou, dat betekent dat ik weer lekker mag lullen over dino's. Oh mijn god. Want wist jij, Frank, ja, dat de Gryposaurus behoort tot de Ornithopoda, ja, maar... een geslacht van planten, ja, etende, ja, dino's? Ja,
dinosauriërs. Hallo? Ja, maar leven ze in het huidige Noord-Amerika ten tijde van het Late Krijt? Doe toch normaal, joh, achterlijke Mongool. Oh, wat? Hoe noem je mij? Ja, een Mongool? Ja. Ja, rustig. Het is vast niks persoonlijks. Nee hoor, niks persoonlijks. Oh, klopt dat, Chantal? Huh? Ben ik dan misschien een Mongool? Tja, wie weet, hè? Hey, kun je mij daarvoor testen dan? Nou, laten we dat maar een andere keer onderzoeken, hè? Ja, nou, daar hou ik je aan, Chantal. Ja hoor, dat is goed. Zo, dat was Broeja voor vandaag. Volgende week woensdag zijn we weer terug met een nieuwe uitzending. Bedankt voor het luisteren en laat nog even weten in de comments. Vind jij Jaap Cornijt ook een Mongool? En vergeet niet te liken en te subscriben. Dag. Doei. Houdoe. Vond je dit leuk? Ja, ik vond dat wel leuk, ja. Nee, ja, ik heb het even tegen de luisteraars. Oh, sorry, hak niet door. Ja, dus vond je het leuk? Ja. Klik dan op de video's hieronder voor meer afleveringen. Oh ja. En vergeet natuurlijk niet te commenten, ja, te liken, ja, en te subscriben. Oh ja, dat ook, ja. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. Broeien!